Mijn vader en, die had dus een gemengd bedrijf, koeien en kippen. En, ja, we zitten tussen Tilburg, Oosterwijk en Berkelijnschat een beetje ingeklemd in dorpen en in steden. Ja, het is heel beperkt om echt in de melkveehouderij of pluimveehouderijen verder te gaan. En toen lazen we een artikel van kinderopvang op de boerderij. En zeiden we tegen elkaar van, nou, dat is iets wat bij ons past. Daar hebben we zin in om mee te gaan beginnen. Hop, 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 hop. Ja. Nou, we hebben nu een kinderdagverblijf op de boerderij. Dus een stal van de koeien en een mooie ruimte voor de kinderen. Nou, de kinderopvang is op zich niet anders dan de andere. We hebben voldoen ook aan alle regels. We moeten ook alles gecertificeerd hebben zoals de reguliere kinderopvang ook is. Het enige binnen is dat we een vierkante meter per kind meer ruimte hebben. En dan vooral onze buitenruimte, die is natuurlijk vele malen groter. Iets van achteruit. Xavier? We hebben hier een sportveld waar kinderen kunnen sporten en dat is natuurlijk fantastisch. En daarnaast hebben we een natuurruimte. En daar ben ik zelf persoonlijk heel dol op, omdat we daar proberen een bepaalde natuurdiversiteit te creëren waar je gebruik van kunt maken in verband met natuureducatie. En dat is een onderdeel van de groene pedagogiek en hobby van mij. En sowieso gewoon echt te gek. Het blijkt eigenlijk dat de kinderen heel veel leren in een natuurlijke omgeving, maar vooral door ervaringsgericht leren. En daar zijn ze dus veel verder mee. Daar is eigenlijk uit onderzoek gekomen. En het is ook fijn, de onderzoeken van Wageningen UR, die kunnen wij natuurlijk ook weer gebruiken naar bijvoorbeeld gemeentes of andere overheidsinstellingen om te laten zien hoe wij het hier doen. De GGD stelt bijvoorbeeld ook wel eens vragen over veiligheid en dergelijke. En dat is heel fijn als het dan onderbouwd is met zo'n onderzoek. Dat is wel heel belangrijk, hè, wat je zelf heel erg leuk vindt, maar ook hoe zit jij in je gebied. Hoe is de markt, wat zijn de trends en dergelijke. En om daar dan iets te vinden wat bij je past. Het is toch iets wat je voor je heel je leven erbij gaat doen. Je gaat niet iets doen voor een jaar. We hebben hier een kinderdagverblijf neergezet. Dat is echt niet voor één jaar, dat is ook niet voor 10 jaar. Dat staat gewoon voor de komende, totdat wij het over moeten dragen aan onze kinderen, staat dat gewoon vast. Nou, ik ben heel trots op dat ik boer mag zijn, want kinderen noemen me allemaal boer Jan, maar ik voel me ook wel ondernemer in de groene ruimte. En de mogelijkheden die we hier gepakt hebben om kinderopvang op de boerderij te doen, ja, dat biedt ons ook de kans om echt te kunnen ondernemen. Maar het is ook wel belangrijk om uiteindelijk te kijken naar andere vormen van financiering. Nou, onder andere momenteel is crowdfunding best wel een nieuw opkomend gebeuren waar volgens mij heel veel interesse is. Als ik naar bijvoorbeeld onze kinderopvang ga kijken, zijn heel veel ouders die toch ook daarin mee willen denken om het een soort eigen te maken. Nou, dat biedt ons toekomst, dat weet ik 100% zeker. Beetje lief, ja, een beetje lief zijn. Hier zijn altijd aardige. Wij willen echt een boer zijn voor de omgeving. En mensen betrekken bij hetgeen wat wij elke dag doen. Voedsel is dan een heel groot onderdeel van wat mensen elke dag bepalen. Nou, ik denk dat wij daar een rol in kunnen spelen. Maar niet alleen wij, veel meer boeren in Nederland. Ja, in de toekomst willen wij nog meer een plek worden voor de mensen. Hè, dat ze hier kennis kunnen maken met het bedrijf. En met de kalfjes, hè, lekker aaien, knuffelen. Maar ook waar komt ons eten vandaan. We hebben de moestuin, samen tuinieren, maar ook eventueel samen het eten bereiden en samen opeten. Ze zou eventueel ook nog kunnen. Nou, we hebben nu een kinderdagverblijf op de boerderij, dus een stal van de koeien en een mooie ruimte voor de kinderen.
Maar we willen eigenlijk toe dat de kinderen nog, ja, de stal veel toegankelijker wordt voor de kinderen, dat we de kinderen meer tussen de koeien kunnen laten komen. Nou, deze stal gaat weg. Die erachter staat ook, dat is de koeienstal. Het voeropslag gaat weg. Het mestvaaltje gaat weg. En daar de veldschuur waar de opslag van de machine staat aan het hooi gaat nog weg. En dan komt hier onze koeientuin te staan. Heel dit stuk. We willen eigenlijk toe dat de stal veel toegankelijker wordt voor de kinderen. Dat we de kinderen meer tussen de koeien kunnen laten komen. Die gaat er zeker komen. Als ik kijk naar de kinderenfijn, die kon ik niet. Die kwam er nooit. Die staat er. Want het is een succes. De koeientuin komt er ook, zeker weten.